starts gevallen. Start valt, Nina Taboko aan de binnenkant begint hard, aan de buitenkant Nervolo. Maar Nina Taboko is niet van plan om Nervolo voorbij te laten. Rijdt mee aan de binnenkant, daarachter ligt op plek 3 Esther Deglidij. En de vierde plaats, verrassend goed gestart, Speedrise Lady S. Die wordt nu wel binnendoor voorbij gegaan door No Illusion. Daarachter ligt Jaap van Rijn met Eos Font. Voorlaatste plaats is voor Kira Beauface en de laatste plaats die wordt nu teruggenomen is Nadia Seboko. Gerrits vooraan, Gerrits achteraan. Zo ziet het er momenteel uit. En vooraan ligt Nina Taboko. Nervolo wordt nu teruggenomen naar plek 3. Tweede plek is voor Esther Deglidij met Misha Brouwer. En de opening is 1-10 rond. Nina Taboko, Esther Deglidij, die zijn elkaar wel vaker tegengekomen. Nervolo kent deze paarden nog niet zo goed. No Illusion ligt erachter op plek 4. Binnendoor gaat naar voren Nadia Seboko. En dat kan omdat Speedrise Lady S naar het tweede spoor is gegaan. En die gaat nu aan de buitenkant naar voren. Net als in Berlijn, aan de buitenzijde de koploper langzaam opzoeken en hem dan passeren. Dat lukt in Berlijn heel makkelijk. Dat kon hier wel eens wat moeilijker worden met Nina Taboko, want dat is een goeie. Daarachter ligt Esther Deglidij bij. Die hebben 3 ton verdiend. En daar komt aan de buitenkant Speedrise Lady S. En die staat precies op 1 ton. Paarden in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog 1 ronde te gaan. Tempo is er helemaal uit. En het is Nina Taboko die leidt. Nina Taboko wandelt voor de tribune langs. Daarachter Esther Deglidij, tussentijd 21-7. Zo gaan we de laatste kilometer in. Nina Taboko, buitenkant aan de buitenkant Speedrise Lady S. Daarachter aan de relingzijde Esther Deglidij. Eos Font ligt er mooi bij. Daarachter aan de relingzijde Nervolo, ook aan de reling No Illusion. Tweede spoor, voorlaatste op dit moment Kira Beauface. En laatste is Nadia Seboko. Ze gaan de paarden door de Z-turf bocht en langzaam zal het tempo omhoog gaan. Want dat zijn paarden vooraan die een veel hoger tempo aan kunnen dan 21. Sterker nog, die kunnen wel 10 seconden of meer harder. Nina Taboko aan de buitenkant Speedrise Lady S. Daar gaat het tempo al een beetje. Daarachter is het Esther Deglidij. En Eos Font probeert aansluiting te houden bij die 3. Zou heel knap zijn als dat lukt, want het tempo gaat alsmaar harder en harder. Tussentijd 17 rond en het echte geweld moet nog komen. Nina Taboko, buitenkant Speedrise Lady S, dan Esther Deglidij. Daarachter op plek 4 Eos Font en 5 de Nervolo. Esther Deglidij zoekt een gaatje of valt terug, een van de twee. Halverwege de Tjarda bocht, hij zoekt een gaatje, maar dat gaatje vindt hij niet. Nina Taboko versnelt. Daarachter Speedrise Lady S, Esther Deglidij op plaats 3. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Esther Deglidij aan de binnenkant komt weer terug, maar loopt zich daar vast op de rug van Nina Taboko. Nina Taboko, buitenkant Speedrise Lady S. Rote Katten wil wel heel graag winnen. Rote Katten wil graag winnen. En als hij gaat winnen, dan gaat hij ook winnen. 1-9-5. Go baby! Go, go, go! Daar is hij weer. Speedrise Lady S, Esther Deglidij en Nina Taboko. Wat een koers. 14-3 voor de winnaar.